Wij zijn foto's aan het verzamelen vanwege de reunie. 60 jaar bestaan, basisschool De Bron. En basisschool De Bron heette voorheen de Juliana van Stolberg School. En wij verzamelen allerlei foto's om een fotoboek te maken ter gelegenheid van het 60 jaar bestaan. We doen het ook tegelijkertijd een beetje voor de Prinses Marijke Kleuterschool, want die kwam in 1985 bij de Juliana van Stolberg School en dat heette van toen af aan de basisschool De Bron. En met wij bedoel ik deze drie andere mensen, Dini Griede. Dini heb ik gevraagd om mee te helpen omdat ze heel veel ervaringen heeft met het maken van fotoboeken. En ze heeft ook nog een link naar de Juliana van Stolberg School. Ik heb Treintje van Engelenburg gevraagd. Zij is ervaringsdeskundige wat reunie betreft. Ze heeft het 25-jarig jubileum mee helpen organiseren. En dat 40-jarig jubileum helpen organiseren. 50-jarig, dus kortom, die hoorden er gewoon bij. En Martin Rotman heb ik gevraagd. Want hij weet alles van media en hoe je dingen moet bereiken en moet opzoeken. Zodat we met elkaar een aardige clubje vormen. En wat we nu aan het doen zijn is van selecteren van welke foto's zouden we kunnen gaan gebruiken voor het fotoboek. En naast de foto's ook wat voor leuke artikelen staan er in de schoolkranten bijvoorbeeld die we kunnen gebruiken om het verhaal een beetje op te vrolijken. Als we allemaal het goed verzameld hebben en onze keuzes hebben gemaakt, dan wordt er een boek samengesteld. En dat boek laten we dan hier in Wezen bij Bredewold drukken. En de bedoeling is dat het boek wordt aangeboden op de reunie van 19 september in De Bron. En het boek wordt beschikbaar gesteld aan alle reunisten en verder aan iedereen die daar belangstelling voor heeft. Wat de kostprijs zou zijn, dat weet ik op dit moment niet. Dat hangt ook vanaf wat de school ervoor voor wil vragen. En dat gaat gewoon buiten deze commissie verderom. Wij zorgen alleen dat het boek er komt. En we beginnen al een beetje de tijdsdruk te voelen. Want in september moet het dus allemaal klaar zijn. Het is nu april. Er zitten natuurlijk nog de zomermaanden tussen. Dus het wordt wel even spannend of we alles gaan halen. Maar ik heb er vertrouwen in dat wel goed komt. Nou, dit is dus de school toen hij in 1955 opgeleverd is. Als eerste leerlingen waren we daar. Ja, ik ben dan zelf in de vierde klas daar gekomen. En nu zijn we dan bezig om al die jaren bij elkaar te sprokkelen. In het begin is dat natuurlijk best moeilijk, want vroeger werden er niet zoveel foto's gemaakt. Maar dat valt ons ergens toch wel mee. Maar nu zitten we nog eigenlijk te springen om foto's in de jaartallen 1965-75. En ik hoop echt dat mensen die dit zien ons echt daarbij kunnen helpen. Want het zou zo jammer zijn dat juist die jaren ertussenuit vallen. We hebben intussen tijd al 632 foto's verzameld. En dat lijkt natuurlijk een heleboel. Maar zoals ik heb een oud rapport van het eerste uur. En dan is ook de eerste lichting van de leerkrachten. Als je alleen maar klassenfoto's zou doen en verder niks, dan is het natuurlijk een heel saai en wordt het een heel saai boek. Je moet het wel verlevendigen en dat doen we dan aan de hand van allerlei dingen die er tussendoor komen. Spelletjes met schoolreisje, een van de eerste schoolreisjes. Hier is een foto van Koninginnedag op de Brink. Hier de oude muziektent nog, bij de Pauluskerk. En dan kun je zien, meester Doornwaard die wijst de kinderen hoe ze moeten staan in de ouders, die staan daar achter de draad. De optocht van Koninginnedag met Juliana van Stolberg.
Nou, hierbij nog een heel dringende oproep van mensen. Kijk in de laden, kijk in de kasten of jullie nog foto's vinden die betrekking hebben op Juliana van Stolberg of de bron. Ze kunnen het bij mij brengen, een heleboel mensen kennen mij ook. Maar ze mogen het ook naar Jan Verdonk brengen. Foto's mogen in de fotoboeken blijven. We scannen ze in het boek. En er gebeurt verder niks mee. Ze krijgen de foto's ook direct weer mee terug. Maar zij zouden ons ermee erg mee kunnen helpen.